Het seniorenorkest staat klaar hier, of zit klaar, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Het seniorenorkest uit Breda. Nee, uit Prinsenbeek, hè, moet ik zeggen. Ja, Prinsenbeek, daar zijn we heel erg trots op. Ja. Ja. Het seniorenorkest uit Prinsenbeek, gemeente Breda. Wij zijn onderdeel van Amemoeze, een grote vereniging uit Prinsenbeek. We hebben drie orkesten, een groot orkest, ruim 80 man. Een opleidingsorkest, ook ruim 20 man. En een seniorenorkest sinds een jaar of 7, ruim 30, 35 mannen en vrouwen. En ik praat nu met G. van Kempen, de coördinator. Ja, die moet alles coördineren, maar wat houdt dat in? Eigenlijk alles wat een ander niet doet. Oh. Ja. Zijn ze zo lui? Nee, helemaal niet. Maar het is wel makkelijk dat er iemand binnen de vereniging is die niet speelt. Dus niet hoeft te repeteren, niet altijd op de repetities hoeft te verschijnen. Althans, niet de hele tijd. En een beetje de organisatorische zaken rondom het orkest een beetje leidt en regelt. Zorg dat er wat contacten komen, dat er uitvoeringen zijn. Dat soort dingen allemaal. En wat spelen jullie zo door het jaar heen? Aantrekkelijke muziek voor jong en voor oud. Van klassiek tot populair. En alles wat ertussenin zit. En we zitten nu in de kerstperiode. Ik neem aan dat jullie nu voor ons een kerstnummer gaan spelen. Uiteraard rond kerstmis hebben ook een aardig kerstprogramma. En de bedoeling is dat wij op televisie in ieder geval een Christmastime gaan spelen. Medley van allerlei bekende kerstliedjes. En dat zal best wel in de smaak. Dat doet hem altijd natuurlijk. Hè? Ja, dus het seniororkest Prinsenbeek, moet het wel eventjes zo goed zeggen, het seniororkest Prinsenbeek. En Christmastime, een medley van allerlei bekende kerstnummers.